Naast de rode LED heeft de Innovator Hub ook een RGB-LED aan boord. Eigenlijk is dit één behuizing waar zowel een rode als een groene als een blauwe LED in zitten. Zo kan je met één LED en kleurenmenging eigenlijk bijna alle kleuren maken. We gaan nu een programma maken waarmee je kan experimenteren. Dit doen we op de klassieke manier, dus we gaan eerst zeggen nieuw programma en we noemen dit programma nu RGB Color. RGB Color. Oké. Om het programma te kunnen gebruiken voor alle waarden van R en G en B, gaan we er een programma mee maken waar we parameters in toevoegen. Dus normaal gezien gebruiken we tussen de haakjes, laten we dat blanco, maar nu zetten we ertussen, wij willen R meegeven G en B. Namelijk de kleuren van de hoeveelheid rood, groen en blauw die wij zelf wensen. Dan gaan we set color toevoegen. Dit doen we door menu hub send set color. En bij die kleur gaan we dus de waarden geven van R, G en B. Dit moeten we doen met het eval commando als we variabelen willen toevoegen, namelijk eval R, eval G en eval B. Dus dit doen we 3 keer: menu, hub, eval. Dus zet daar op die plaats de waarde van R. Terug hetzelfde: menu, hub, eval, de waarde van G. Menu, hub, eval, de waarde van B. Dit is het programmaatje, dus je ziet dat het niet groot is. Als we het nu opslaan door Ctrl-S te doen, op te slaan als RGB-color, en het dan uitvoeren door Ctrl-R te doen, dan krijgen we de vraag om het programma te starten. Nu gaan we daar eerst even van 2550,0,0. En als we dat dan uitvoeren, dan zien we dat de RGB-lamp rood gaat branden. Willen we nog eens RGB uitvoeren, maar nu met 02550,0. Dan zien we dat de RGB-led groen schijnt. Voeren we het programma nog eens uit met 00255. Dan zal het lampje rood zijn, blauw zijn. Uiteraard rood, groen, blauw. Dat zijn de primaire kleuren. Nu kunnen we kleurenmenging toepassen. Dus RGB-color met 2550, 2550, 2550. Krijgen we een witte LED, RGB color met 255, 255, 0. Is dus een menging van rood en groen, krijgen we een gele LED. RGB color met 0, 255, 255, dus een menging van groen en blauw, krijgen we dus een appelblauw zeegroene LED, cyaan namelijk. En RGB color met 255, 0255 krijgen we dus een menging van rood en blauw. Dus krijgen we als uitkomst paars. En zo zijn er nog heel veel combinaties te bedenken. Namelijk 256 tot de derde macht, of wel meer dan 16 miljoen verschillende kleuren, kan je dus maken door hier verschillende waarden toe te voegen.
Namelijk lichte rood, donkere rood, lichte groen, oranje. Alle kleuren wat je maar kan bedenken, kan je door middel van deze menging maken.